De vetzak met de dikke sigaar verandert wat hij ruikt in poe. Tussen twee doosjes kaviaar moet hij slechts telefoontjes doen. De waarde van zijn eigendom vermeerdert waar en groeit en groeit. En niemand weet hoeveel hij heeft, is of de maan de vingers kleeft. Het is een droom die hij beleeft, de markt ontploft, hij heeft een zak die bloeit. Suzie. Een stripper uit de oude doos, werkt urenlang maar liefdeloos. De mannen worden wild als ze haar bloot zien. Ze glimlacht zachtjes in haar hart, daar heeft ze een Bonaparte. En s'nachts op haar mansarde droomt ze van. De man die per trapeze door de ruimte vliegt, een circus duizend mijlen ver van haar. Ze weet dat ze hem weer zal zien zoals dat vroeger ging. Op de oude grote markt, zondags in de bar. De papzak met de dikke sigaar verandert wat hij raakt in poen. Tussen twee doosjes kaviaar moet hij slechts telefoontjes doen. De grote markt is ook van hem en kilometers in het rond. Hij corrupeert een ambtenaar, zet tegenstanders in de schaar. Hij doet het met een fraai gebaar, zijn deals zijn sluw, hij investeert gezond. Suzie. De mannen krijgen wel een kick, maar zij ontwijkt zeer koel hun blik. Men weet dat deze dame niet te koop is. Haar leven is een doorkijkleed, zelfverzekerd schijnbaar wit. In haar hart bewaart ze het geheim. Geheim dat per trapeze door de ruimte klieft, een boodschap van 10.000 mijlen ver. Dat ze hem terug zal zien zoals dat vroeger ging. Op de oude grote markt, om 4 uur in de ster. De dikzak met de dikke sigaar verandert wat hij raakt in poen. Tussen twee doosjes kaviaar moet hij slechts telefoontjes doen. Betonnen torens rond de markt, stenen vlekken op de zon. En hoe becijfert hij waarom en hoe met wie en welke som? Voor welke meter eigendom? Een reuze oogst, hij wist wel dat het kon. Suzie, waarom zie jij er angstig uit? Je wordt toch een trapezebruid. De tijd is rijp, maar nu krijg je problemen. Om hem te vinden in dit web van paderreling supernep. En van verdwazing loopt ze pal voorbij. Zoekend naar de man die door de ruimte klieft. Hij lijkt weer 100.000 mijlen ver. En afgesneden door het verkeer, nauwelijks een stip. De oude grote markt, maar waar is toch de ster? De rotzak met de dikke sigaar verandert wat hij raakt in poen. Tussen twee doosjes kaviaar moet hij slechts telefoontjes doen. Zijn herenhuis in het Joederstijl heeft dure doeken aan de muur. Daar denkt hij aan een nieuw terrein, directe hulp voor hartepijn. Dat zou pas iets rendabels zijn, hij neemt de hoorn op. Het is 4 uur.